Hi. We zijn al begonnen. Ja, Sinterklaas, hè? Sinterklaas is weer in het land. Hij heeft weer een mooie gadget gebracht. Dank u wel, Sinterklaas. Hey, welkom bij een nieuwe video. Ik weet niet of jullie deze achtergrond al hebben gezien. Gemaakt door mijn studiemaatje Tim. Je ziet dat we vandaag scheikunde gaan doen. En dat klopt, want we gaan rekenen met massa zometeen. En ik kan hier ook nog, als je goed kijkt, kan ik ook nog de achtergrond veranderen naar wiskunde. Zie je, nou is dat wiskunde, dan staat hier een sinusoïde, echt een wiskunde dingetje. Ik kan hem veranderen naar het vak der vakken. Ja, mooi niet dus. Scheikunde, ik kom op jongen. Nee, hoe zou ik doen? Natuurkunde natuurlijk, juist. En ik heb weer een paar oefeningen klaarstaan, die wil ik met jullie gaan doornemen. We gaan dus rekenen met massa. Ik ga met jullie stap voor stap één van de opdrachten doornemen. En ik eindig nog met een soort bonus dingetje, weer uit een tekst even een reactievergelijking halen. En opstellen en kloppend maken. Nou, moet lukken zou ik denken. We gaan rekenen met massa. Hey, niet met jou Philippe Massa. Dit is Philippe Massa, dat is een Formule 1 coureur. Nee, wij gaan rekenen met massa van scheikunde. En hier zie je een beetje voor je wat je dan zou moeten bedenken. Je ziet hier de verbranding van aardgas, methaan. Hè. Het is in het Engels zoals je ziet, behalve water. Die is gewoon in het... Zo, ik begin wel heel lollig vandaag. Nou, ik heb heel de dag gestudeerd vandaag. Ik ben kapot, maar doe het allemaal voor jullie. Hè? En ik vind het ook leuk, eerlijk gezegd. Dus we hebben methaan, oxygen, zuurstof. En dat wordt dan carbon dioxide, oftewel koolstofdioxide. Kooldioxide. Hè? En hier hebben we natuurlijk water. En hij is meteen kloppend gemaakt. En dat zie je ook aan het aantal O'tjes. Voor de pijl, dat zijn er vier, dat zijn deze halve rode bolletjes. Dat zijn er vier. En achter de reactiepijl hebben we die ook vier. Die waterwitte halve bolletjes, die zijn hier een beetje verstopt. En je ziet er hier drie. En hier, als je heel goed kijkt, zie je erachter nog eentje. Dus dat klopt ook. Het zijn vier waterstofdeeltjes. En hier zitten die natuurlijk aan het watermolecuul vast. En CO2, daar zie je de C in het midden, die grijze bol, en die zit hier natuurlijk ook bij methaan. Dus het aantal deeltjes klopt hier. En je ziet dat de weegschaal, de balans, zo heet dat, hè, vandaar ook de balansmethode bij wiskunde. Als ik hier iets weghaal, moet ik daar hetzelfde weghalen, dan blijft die in balans. Die staat er in evenwicht, dus dit is evenveel. En dat weten we dus ook, hè, de wet van behoud van massa, die zegt ons, er gaat geen massa verloren. Dus de massa voor de reactie is gelijk aan de massa na de reactie. Nou, we gaan een voorbeeld kijken, niet de verbranding van methaan. We gaan een ander voorbeeld bekijken, namelijk iets wat ik heb opgezocht op Wikipedia. Kom er zo op terug. Iets over ammoniak. We gaan heel even stilstaan bij het stappenplan dat we gaan doen. Kijk, die beschrijving die hier staat bij nummer 1, dat is natuurlijk de vraag die in je boek staat of die op je proefwerkblaadje komt. Dat, daarin staat een verhaaltje, daarin staat iets beschreven. Stap 2 is dat je daar een reactieschema van gaat maken. Welke spullen, welke stoffen in die beschrijving reageren nou met elkaar en welke stof komt daar dan uit? De volgende stap die we hebben gemaakt dit jaar al een paar keer is dat we daar een reactievergelijking van gaan maken. Dan moeten we even na gaan denken. Hof-Clebron, er zijn een aantal deeltjes die je moet kennen. Suiker, glucose, methaan die we net zagen, CH4. Nou, daar komen we wel op. Nou, de vierde stap is het kloppend maken van die reactievergelijking. Ik doe het niet. Ach, ik kon het toch niet laten. En vervolgens is het met pinda-pinda gaan rekenen om te kijken hoe het dan precies zit met die massa's. En daarvoor hebben we ook weer het periodiek systeem van de elementen nodig
Of we hebben de gegevens op de toets staan die we daarvoor nodig hebben. Dat is vaak de verhouding waarin iets reageert. Nou, als we dat hebben, dan kunnen we serieus gaan rekenen en dan kunnen we antwoord gaan geven op de vraag. Weet ik alleen niet of ik overal die vraag heb aangepast. Nou, daar kom ik misschien zo meteen nog wel op. Want dat heb ik eigenlijk op het eind pas gedaan. Nou ja, dan gaan we kijken. Ja, zie je. Ja, dat dacht ik al. Ja, daar komen we zo, daar komen we zo wel op. Ik heb in één keer één ding heb ik het aangepast. Kijk, hier zie je de tekst zoals je die kunt gaan vinden op de toets. Ik lees hem even voor. Ammoniak. Maar je hebt ook ammonia, dat is opgelost. Ammoniak, NH3, wordt in grote fabrieken gemaakt door een reactie van waterstof met stikstof uit de lucht onder hoge druk met behulp van een katalysator. Dus dat zou zomaar de tekst kunnen zijn. Ik moet hem eigenlijk nog een keer lezen, want ik snap niet zo goed wat er staat. Ammoniak wordt in grote fabrieken gemaakt door een reactie van waterstof met stikstof uit de lucht onder hoge druk met hulp van een katalysator. Oké. Dus waarschijnlijk is er heel veel energie nodig. Hoge druk. Er staat niet per se hoge temperatuur. Ik weet niet zo goed of het endotherm of exotherm is. Ik weet in ieder geval dat er hulp nodig is van een katalysator. Dus in het energieschema, heel even tussendoor, zou dat dus betekenen dat je in feite, even kijken, een beetje een klein pennetje. Ja. Dat je in het energieschema eigenlijk kunt zien de energie die nodig is gedurende de reactie. Dus de beginstof. En dan is er waarschijnlijk een hele hoge bult. En dan weet je dus niet zo goed of je nou daarboven eindigt of daaronder. Ik denk zelf dat je daarboven eindigt. Dat weet ik wel zeker. Dus dan gaat hij net iets anders. Je hebt dus een begin energie van een stof. Een hele grote hobbel. En ik eindig iets hoger. Oftewel, er is energie in ammoniak gaan zitten. En waarom weet ik dat nou? Ik weet dat omdat ammoniak, je kan ammoniak ook gebruiken als een brandstof. Dus er zit energie in. En dat verschil in energie, dat kan je hier dus zien aan het verschil tussen de beginenergie en de eindenergie. En dat noemen we dan delta eind. Delta energie, de verandering van de energie. Eigenlijk is dat altijd eind min begin. Oftewel, de energie aan het eind min de energie aan het begin. En hier zie je dat de eindenergie hoger is dan de beginenergie. Dus dit is een endotherm proces. Er is energie in gaan zitten. Nou, dat niet alleen. Ook nog een klein uitstapje naar dit woord natuurlijk, hè, katalysator. Die katalysator die zorgt ervoor dat dit hobbeltje wat daar getekend staat, dat gewoon wat minder wordt. Dat dat wat makkelijker is te nemen. De katalysator zorgt ervoor. Anders is het eigenlijk niet te doen dat deze reactie gaat verlopen. Oké, hier komt dus eventjes een dingetje. Want hier staat, we hebben 15 gram waterstof en 100 gram stikstof. En in volgende dia's zie je staan 15 gram waterstof en genoeg stikstof. Want het blijkt dat dat echt ruim voldoende is. Maar ik dacht, laat ik nou even zien dat we 15 gram waterstof hebben en 100 gram stikstof. En dan straks zullen we wel zien of dat dan wel inderdaad een overschot is aan stikstof. Misschien is het wel een overschot aan waterstof. Dan kan ik dat ook nog laten zien. Hoeveel ammoniak kan hieruit ontstaan? Dat is dan de vraag die je krijgt op je proefwerk. Dus je hebt die tekst. Nou, daar moet je al flink over nadenken natuurlijk. En vervolgens is daar de vraag. Stel je hebt 15 gram waterstof en 100 gram stikstof. Hoeveel ammoniak kan hieruit ontstaan? Nou, dat is de beschrijving. Nu is het aan ons om een reactieschema hiervan te gaan maken. En wat ik hier zie
is dat er onder hoge druk een reactie ontstaat tussen waterstof en stikstof en samen wordt dat ammoniak. En dat kan best wel kloppen, want in ammoniak zitten alleen N'tjes, oftewel stikstof, en H'tjes, waterstof. Dus mijn reactieschema kan er als volgt uitzien. Ik heb waterstof plus stikstof. En dat reageert dan tot ammoniak. Zo, ammoniak. Goed, de volgende dia is dat we vanuit dat reactieschema, wat ik nu dus al heb, hè, waterstof plus stikstof geeft ammoniak, dat we nu gaan kijken hoe ziet dat er dan verder uit. Daar kan ik hierin klikken. Ja, kijk. We hebben 100 gram stikstof. Hoeveel ammoniak kan hieruit ontstaan? Ja, dat ziet er beter uit. Ja, ga ik zo meteen nog een keer doen. Ik ga de reactievergelijking opstellen. Dus waar ik dus stikstof had en waterstof en samen wordt het dan ammoniak. Of waterstof en stikstof, wat had ik staan? Waterstof en stikstof geeft ammoniak. Nou, ga ik hier ook opschrijven. Waterstof en stikstof geeft samen ammoniak. Waterstof en stikstof geeft samen ammoniak. Mooi. Waterstof, dat is H2. Oh ja, ja daar rees ik eigenlijk bijna overheen. Maar weten we nog waarom het H2 is? Waarom is dit nou H2? Ja, dat is vanwege Hof-Clebron. Ik hoop dat je dat zelf ook hebt gezegd. Hof-Clebron. Dat zijn die elementen die nooit alleen voorkomen. Alleen, die komen altijd met z'n tweeën. Hof, Cli, de I van jodium. En dan hebben we de O nog een keer. Gewoon puur omdat we die zo leuk vinden. Dan is het iets makkelijker uit te spreken. Daarom is het. En al deze komen allemaal met tweetjes. Tweetjes. Cl2i, 2Br2, N2. Je moet trouwens die elementen ook goed kennen voor de komende toets. Ja, vanaf nu wordt dat gewoon, gaan wij ervan uit dat je die kent. Die daar in het boek staan bij hoofdstuk 2. Die moet je gewoon kennen. Die heb je al geleerd. Die komen vaak terug. Je moet niet schrikken. Je moet dat gewoon kennen. Hof-Clebron. Waterstof plus stikstof geeft ammoniak. Oftewel, we hebben H2. Dat is toevallig een gas, maar ik laat heel eventjes de fase erachter weg. Het is nu niet zo heel erg belangrijk. Het is wel belangrijk, ik weet het, maar voor deze vraag die wij nu doen is het niet zo belangrijk. Plus stikstof, nou die kwam uit de lucht. Dus dat moet eigenlijk ook wel een gas zijn. En daaruit komt ammoniak NH3. Nou, en onder die hoge druk met die katalysator en alles, zal dat ook wel een gas zijn. Nou, mijn reactievergelijking heb ik klaar. Dus ik zou dit even kunnen gaan aangeven. Zo, hop. Hopsakee, de reactievergelijking is gedaan. Je hoeft hem alleen nog maar kloppend te maken. Nou, het kloppend maken kan je met zo'n heel schema doen. Je mag het ook wat sneller doen. Wat hier heel belangrijk is, is dat daar een drietje staat bij H3. En dat kan echt nooit ontstaan uit H2. Dus die heb je sowieso twee. Ja, lekker joh. Die heb je sowieso twee nodig. Dus ik heb twee NH3's nodig. Nou, het mooie is dat ik nu achter de pijl heb ik twee N'en. En voor de pijl heb ik N2. Dat zijn ook twee N'en. En achter de pijl heb ik twee keer H3. 2 keer 3 is 6, heb ik dus 6 H's. En voor dat pijl heb ik H2, die kan ik naar 6 maken door er een 3 voor te zetten. Hartstikke makkelijk. Nou, dan is dat kloppend maken eigenlijk ook gebeurd. Dat viel eigenlijk wel mee. Het kan zijn dat je daar iets meer over na moet denken. Ja, let op.
Nu is het alleen nog maar, ja, was het maar zo makkelijk. Nu is het alleen nog maar een kwestie van pinda. En ik open daar even dat scherm voor. En daar heb ik waarschijnlijk weer staan genoeg stikstof. Ja, dan maak ik weer van 100 gram stikstof. We hebben 100 gram stikstof. 100 gram stikstof. Hoeveel ammoniak kan hieruit ontstaan? Ja, dat is helemaal goed. Dus we hebben de formule. Die was 3H2 plus N2 geeft 2NH3. Nou, mooi. Nu moet ik gaan kijken wat die moleculen die hier reageren met elkaar, of elementen zijn het eigenlijk. Wat zijn twee atomige elementen? Ja, dat is eigenlijk ook een molecuul. Wat die nou voor massa hebben? Die met elkaar reageren. Want als we de massa weten, dan weten we zeker hoe ze met elkaar reageren. En daarvoor gaan we spieken in het periodiek systeem van de elementen. Nou, niet te doen. Dat is natuurlijk niet lezen. Ik weet wel ongeveer dat H, dat is natuurlijk de 1, dat is de eerste. En N, die heb ik al geleerd, dus die staat hier ergens bovenin. Er zijn er maar weinig die je moet kennen. Die, ja, hier goud en kwik, lood. Ik weet niet of je die moet kennen, maar goud en zilver natuurlijk wel. En de stikstof, die staat daar. Dus nou, laat ik die maar eens even naar voren halen. Zo, daar zijn ze. En in dit periodiek systeem zie je ook meteen de massa van een atoom. Dat is de atoommassa. Ja, zo simpel is het echt. De massa van een atoom noem je de atoommassa. En van waterstof is die 1,008. En van stikstof is die 14,01. Ja. Als je het heel netjes gaat doen, dan moet je dus 1,008 gaan gebruiken. En 14,01. Als je het... Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon hartstikke netjes doen. Dat vind ik eigenlijk wel net zo leuk. Dus wat ik ga doen is, ik ga terug naar mijn reactievergelijking. Die staat hier klaar. Ik weet dat waterstof... Dat 1,008 U weegt. En ik weet dat stikstof 14,01 U weegt. Stikstof is 14,01 U. Nou, dan hoef ik alleen maar te berekenen hoe groot, hoe zwaar eigenlijk, hoeveel U is dit stukje? Hoeveel U is dit stukje? En dan weet ik gelijk de verhouding waarmee het reageert. Ik zou eventueel kunnen berekenen hoe zwaar dit stuk is aan de andere kant. Maar ja, heel simpel. Dat is natuurlijk die plus die opgeteld. Dat is niet gek, want er verdwijnt geen massa. Er komt geen massa bij. Okay. 3H2, dat zijn 6 van die haartjes. Dus dat is dan gelijk aan 6 keer 1,008 U, en dat is gelijk aan 6,048 U. En die reageert dan met N2, 2 keer 14,01, dat kan ik wel uit mijn hoofd, is 28,02 U. En die reageren dan dus samen tot, dan kan ik hier even die 28,02 U bij optellen. En dan kom ik uit op 34,068 U. Ik zal hem hier nog even inzetten als je dat fijn vindt. Dan kan je dan nog even kijken. 068 U. Nou, nu komt de pinda.
Ik ben weer te laat door te zeggen van zet hem maar even op pauze en probeer het of je het zelf kunt. Dan had ik er bij het koppenbakken een andere reactievergelijking kunnen zeggen. En ik had het al eerder kunnen zeggen ook met het periodiek systeem. Maar nu zeg ik het weer. Zet hem maar even stil en probeer maar eens even of je dit kunt uitrekenen. En dan ben ik zo terug. Zo, daar ben ik weer. Ik hoop dat het gelukt is met stilzetten en dat je niet te laat bent. En anders zet je hem nu nog stil. Of nu. Of nu. Nou, oké, ik ga verder. Ik weet nu in welke verhouding waterstof met stikstof reageert. Namelijk 6,048 staat tot 28,02. Als je gaat kijken naar waterstof ten opzichte van stikstof. Daar kan ik heel makkelijk een pinda-pinda tabel van gaan maken. En dat ga ik doen ook. Ik doe het maar eens een keer op deze manier. Ja. Moet lukken. Ik heb waterstof. Ik heb stikstof. Je mag hier best die drie voor zetten. Maar het is alleen maar puur om aan te geven. De waterstof reageert met de stikstof in de verhouding. 6,048 U staat tot 28,02 U. En dat geeft dan zoveel U. Nou. U weten we eigenlijk nog niet zo goed wat dat betekent. Dus heel, heel klein. Echt heel klein. En, maar omdat alles U is, kan je het ook gewoon een keer een heel groot getal doen. En dan komt er gewoon gram uit. Maar misschien dat dat wat beter helpt in het begrijpen van wat hier nou staat. Dus heb ik 6,048 gram waterstof, dan reageert dat met 28,02 gram stikstof. En dan levert mij dat 34,068 gram ammoniak. Okay, dus dat, maar het is allemaal verhouding. Of het nou grammen zijn, of tonnen, of kopjes, of... Nou, het maakt allemaal niet uit. Het zijn allemaal verhoudingen, of vingerhoedjes, of... Maakt niet uit. Volgens mij snappen we het wel. Die getallen kan ik in gaan voeren in de... Pinda-pinda-tabel in de verhoudingstabel. 6,048 reageert met 28,02. En je ziet, ik laat nu gram gewoon weg. Of het nou u is of gram, die verhouding blijft hetzelfde. En ik heb 15 gram waterstof. En een hele video doe ik al alsof waterstof echt... In overmaat aanwezig is. En dat ga ik nu bewijzen. Want ik ga nu berekenen. Nee, sorry. Dat stikstof in overmaat aanwezig is. Er is genoeg stikstof. Ik ga nu bewijzen dat dat zo is. Ik ga dus hier 15 invullen. Want ik heb 15 gram waterstof. Die gram. Kan ik hier tussen haakjes even bijzetten. Als je dat fijn vindt. In een pinda-pinda-tabel, in een verhoudingstabel, komen niet vier cijfers. Er komt een vraagteken, er komt een A, er komt iets waarin je aangeeft, die weet ik niet, die wil ik gaan berekenen. Want nu hebben we hier een berekening staan. Die geldt echt op het eindexamen als een berekening. Dus hij is heel waardevol. Maar dan moet er wel een vraagteken staan of iets wat je niet weet, want dan laat je zien, je hebt met een verhoudingstabel gewerkt. De berekening die hier dan weer verder bij hoort, dat is heel gek. Die hoef je eigenlijk weer niet op te schrijven, want die staat eigenlijk al daar. Maar dat doen we wel. We zeggen eigenlijk dan, we schrijven even op wat we doen met dat kruislingsvermenigvuldigen. Dat kruislingsvermenigvuldigen trouwens, dat komt hierdoor. Hè? Dat is een pinda. Dat is een pinda. En samen horen ze... Kruisteken, pinda, pinda, oftewel we gaan kruislinks vermenigvuldigen. Eerst de volle pinda, er zitten twee nootjes in, 15 en 28,02, die gaan keer elkaar. Dus we hebben 15 keer 28,02 en we delen dat. Nee, doe ik het weer zeg.
En we delen dat door, ja, dan hebben we die, hebben we berekend. En we delen dat door diegene die alleen staat, 6,048. Zo, nou, rekenmachientje, lijkt me handig, 15 keer 28,02 delen door 6,048 en daar komt dan uit 69,49. Nou, afgerond. 69,49 en in dit geval is dat ook gram. Wat betekent dat nou? Betekent dat we zoveel gram aan stikstof hebben die reageert met 15 gram waterstof. Dus in deze verhouding die hier staat, blijkt dat wij, we hebben veel meer dan 6,048 gram, nee, we hebben 15 gram waterstof. Dus bij ons zou het zijn dat 15 gram waterstof samen, oh zonde, oh wat doet hij nou allemaal weer, zo, 15 gram plus, dat is de waterstof, die had ik 15 gram, plus ik heb berekend 69,49 gram aan stikstof, is gelijk aan deze plus 15, dat is gelijk aan 84,49. 84,49, oftewel 84,5 gram. Het grappige is, als ik het niet had afgerond, dan kwam ik uit op 85 gram. Dus ja, het scheelt een heel klein beetje, maar het is nog geen procent op de hele berekening. Dus ja, het kan me eigenlijk niet zo heel veel interesseren. Maar we proberen zo nauwkeurig mogelijk te werken, dus nou, laat ik er ook eens meedoen. We doen het netjes met de cijfers achter de komma uit het periodiek systeem. Nou, op deze manier werk je, kan je rekenen met massa in scheikunde. Zoek voor mij nog eens een paar voorbeelden. Je hebt nog de oefenopdrachten die mevrouw Dirks heeft gemaakt die op Classroom staan. Daar kan je ook de uitwerkingen van krijgen. Die staan daar nog niet, maar die komen er ook te staan. En vervolgens had ik beloofd dat we nog één oefeningetje zouden doen. Gewoon puur met een reactievergelijking. En die opstellen en kloppend maken. Nou, daar komt die. Want die ammoniak, ik zei het al, hè, dat is een endotherm proces. Je kan die ammoniak onder de juiste condities gebruiken als brandstof. En levert daarbij geen CO2 of stikstofoxiden. Nee, CO2 kan me ook niet voorstellen, want ammoniak, dat is NH3. En verbranding als brandstof, daar is voor nodig zuurstof. Dus daar zit helemaal geen C in, dus die kan er ook niet zomaar bij komen. En stikstofoxiden, dat zijn dan eigenlijk verbindingen waar in plaats van de C staat de N. NO3. Bijvoorbeeld nitraten. En die zijn wel weer schadelijk voor het milieu. Dus nou, daar staat ook niet voor niks. Onder de juiste condities kan je ammoniak gebruiken als brandstof. Heel even. Het energiediagram dat daarbij hoort is dan als volgt. Ik ga verbranden. Ik heb... Ik heb dus deze streep, hè, deze hoogte van dit dingetje. Dat was de activeringsenergie. Je moet dat heuveltje over, wil die gaan reageren. Dus je hebt hier ook weer een beginenergie van ammoniak. Ik verbrand hem en je ziet, ik wilde eigenlijk hier blijven, maar ik ben gezakt in mijn energie. Waarom? Die energie is naar buiten gegaan, die is vrijgekomen.
Die is exit. Exotherm. Zo. Hebben we dat ook weer eventjes herhaald. Exotherm. Er is energie vrijgekomen. Uit het systeem gegaan. Dat wel even weer een sidestep natuurlijk. Want we gingen eigenlijk vooral kijken naar de reactievergelijking. Nou, het reactieschema is dus ammoniak plus zuurstof. En wat geeft die dan? Ja, ammoniak plus zuurstof, die geeft dan dus... Ja, dat is eigenlijk nog best wel moeilijk. Het handige is dat je weet dat NH3 plus zuurstof, ik ga meteen naar de reactievergelijking, gaan we straks wel kloppend maken, die geeft dus geen schadelijke stoffen zoals CO2 of stikstofoxiden. Dus dat wil eigenlijk zeggen, die N gaat niet aan die O zitten, dan zal die H wel aan die O gaan zitten, is niet iets wat jij moet weten hoor, echt niet. Daar zal ik je echt wel bij helpen. Dan zou ik zeggen, er ontstaat stikstof en water. Zo, er ontstaat stikstof en water. Nou, hoe gaan we dit dan kloppend maken? Weet je wat, ik ga die gewoon eens even uitwerken. Zo. Dan ga ik even wel rommelen met zo'n tabelletje hoor, want... We hebben voor de pijl, we hebben na de pijl, we hebben N'tjes, H'tjes en O'tjes. Ik heb er 1 voor de pijl, 3 H'tjes en 2 O'tjes. Achter de pijl heb ik er 2. Heb ik er 2 H'tjes en 1 O'tje. Daar klopt dus helemaal niks van. Ik begin eens eventjes met het aanpassen van die N. Ik wil 2 N'en voor de pijl. Ik mag niks met die getallen eronder doen. Sommigen hebben dat wel gedaan in de toetsweek. Niet doen. Niks met de getallen eronder, met de index. Nee. Ik ga de hoeveelheid gewoon veranderen. Dan heb ik van die 1 heb ik een 2 gemaakt. Check. Die is goed. Daarmee is wel mijn H veranderd. Want 2 keer H3, dat wil zeggen dat ik die nu 6 te pakken heb. Je ziet, ik heb een probleem. Ik heb 6 H'tjes voor de pijl. Ik heb er 2 achter de pijl. Oftewel, hier komt een 3 voor. Dan heb ik in ieder geval ook weer 6 H'tjes achter de pijl. En dan heb ik 3 O'tjes. Dan heb ik 3 O'tjes. En dan is dat ook niet goed gegaan. Dan moet ik eigenlijk dus van deze O moet ik 1,5 maken. 1,5. Dan heb ik er 3 van gemaakt. Maar dat is niet netjes. Dus ik ga alles nog een keer 2 doen. En wat krijg ik dan dus? Dan ontstaat hier dus, even wat ruimte maken. Zo. Die gaat daar naartoe. Die gaat daar naartoe. Oké. Even kijken of ik dit kan vangen. Zo, die reactievergelijking die bijna goed is, ga ik in zijn geheel keer 2 doen. Komt die. Dan krijg ik 4 NH3 plus 3O2 geeft 2 N2 plus 6 H2O. Je ziet het hè? Ik ga die index niet veranderen. Ik blijf er vanaf. Dat mag helemaal niet. Goed. Even kijken of het waar is wat ik heb gezegd. Alles is 2 keer gegaan. Dus dan heb ik hier 4, 12, 6. En hier 4, 12, 6. Die klopt dan. Nu even kijken of het echt zo is. 4 keer een N voor de pijl. 2 keer 2. 4 keer een N achter de pijl.
4H3, 4 keer 3 is 12 haartjes voor de pijl. 6 keer 2, 12 haartjes achter de pijl. 3O2 zijn 6 ootjes. En 6 keer H2O, 6 ootjes. Oftewel, hij klopt. Nou, een hele film geworden uiteindelijk. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Heel veel succes met het voorbereiden van je toets. Zet hem op en ik zal aan je denken. En als er vragen zijn, dan weet je me wel te vinden. Laten we dat ding nog stoppen.